Wat als je denkt vrij te zijn, maar nog gevangen zit? Wat als je denkt vrij te zijn, maar nog gevangen zit? Dag lieve mensen. Even een video kijken met Magic hoe het gaat. En om eventjes mee te nemen in de synchroniciteit. Ik ben hier naar de bossen gelopen. Schitterend weer. De vogeltjes fluiten. En Magic? Ja. En wat lag hier op tafel? Of wat ligt hier op tafel? Een pleister. Dit verzin je toch niet, hè? Een pleister. En waar is die pleister voor? Een pleister op de wonden? Om daarna verder door te gaan. Want zoals sommige mensen misschien hebben gezien, is het Telegram-kanaal van zelfwerkzaamheid weg. En dat is niet zonder reden. Ik heb in het begin iets gezegd. Als je denkt vrij te zijn, maar nog gevangen zit. En dat kwam bij mij steeds sterker naar binnen. Alles speelt zich af in het moment. Wat de hond nu doet, hoe de vogels fluiten, hoe de zon op mijn kruin schijnt en wat ik hier zie. En wat ik merkte, de afgelopen maanden werd het nog veel heviger. Maar ik voelde het al langer dat ik steeds meer werd gezogen naar de telefoon, naar Telegram. Toch een berichtje posten, toch dit, toch zus, tot zo. Totdat onlangs de bom barstte. En de bom barstte thuis. In die zin, dat was niet fijn, maar wel nodig. En ik heb van Astrid een keer iets heel moois gekregen. Van Astrid en René, daar staat de naam van ons gezin op. Van vrede, hoop, liefde. En daar moest ik meteen aan denken. Want uiteindelijk, als je je gevoel niet gaat volgen, dan ga je het meest belangrijke, wat je dierbaar is, ga je verliezen. En uiteindelijk dien je alles om je heen zeg maar los te laten, maar dat is een ander dingetje. Het gaat erom van hoe goed zorg je voor jezelf en hoe goed zorg je voor je naaste. En daarbij moest ik tot de conclusie komen dat ik eigenlijk veel te veel met een ander bezig was. Om dingen aan te tonen, om dingen te bewijzen, om synchroniciteiten te bewijzen. Net als hier die pleister, dat is nu toeval, dan laat ik het zien. Maar dat ik toch een berichtje moet typen van, oh kijk hier, dit. Want niks van dat alles wat ik getypt heb is bedacht of noem maar op. Of dat is echt allemaal gewoon dat ik voel met mijn hart, ik dien het te delen. Alleen door dan zo erg met de buitenwereld bezig te zijn, vergeet ik mezelf af te stemmen. Wat is nu werkelijk van betekenis? En als ik dan werkelijk ga kijken hoe de alternatieve media werkt, daar kan ik bij lange na niet alles over zeggen. Maar over het transgender gebeuren en alles, daar word ik echt doodziek van. En daar wordt heel weinig aandacht aan besteed in de alternatieve media. En ik weet ook wel waarom. Hoe dichter je bij de waarheid komt, des te gevaarlijker het wordt. En daar wil ik het bij houden. Ik heb in het verleden diverse dingen mogen ervaren, signalen gezien, ook waarschuwingen gehad. Laat het maar zo. Ik leef mijn leven, ik doe mijn ding. Ik kijk waar ik vrede en vreugde en liefde uithaal. En dat ga ik doen. Zoals bijvoorbeeld toch actiever met dat pianospelen bezig zijn. Toch actiever
nog actiever met de kinderen bezig zijn, met Joyce leuke dingen doen. En de rest zal me wel gescheten zijn. Ben ik dan naïef? Wanneer ben je naïef? Ik stel mezelf wel eens de vraag. Wat is er de afgelopen 5 jaar veranderd als je naar Telegram kijkt? Wat is er de afgelopen 5 jaar veranderd? Zal ik eens laten zien, want het hondje spiegelt het toch? Kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk en kijk hier ook nog even. Kijk, en hier ook nog kijken, en hier ook nog kijken, en hier ook nog kijken. Kijk en hier, hier, wat er hier gebeurt. Oh, niet normaal, wat hier gebeurt. En hier ook nog, en hier ook nog. Moet je eens kijken. Niet normaal wat ze allemaal doen. Je wordt compleet uit jezelf gehaald. Hè? Kijk, het wordt meteen gespeeld, hè, Magic. Ja. Kom eens, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens. Komt iemand aan, hè? Nee, kom eens. Zeg. Kijk, en dan proberen we met koekjes en alles, proberen we mensen stil te houden. Kijk, alles wordt recht voor je neus gespiegeld. Want, ja, ik heb even wat moeten knippen. Want Magic, zijn speelkameraadje kwam langs. Hè? Blijf je dan in de camera kijken of ga je dan spelen en van het leven genieten? En de vraag die ik dus straks stelde van de afgelopen 5 jaar, wat is er allemaal veranderd? Je wordt nog steeds aan hetzelfde lijntje gehouden als waar je jaren geleden wordt gehouden. En dat blijft de komende jaren hetzelfde. Of je daar nu wel of niet bewust van wil worden, dat zal mij een zorg zijn. Ik kan alleen voor mezelf spreken, dat ik voor mezelf zie dat ik dat patroon ook loop. En dat ik zie met het kanaal Zelf Werkzaamheid op Telegram, dat ik te veel met anderen bezig ben. En dat ik vooral in het moment mag genieten, in het moment mag floreren, in het moment dingen op mag schrijven. En misschien later ooit uit mag brengen. En anders gewoon voor mezelf houden. En gewoon mijn leven leven. En mijn leven genieten. En uiteraard af en toe met vlogs mensen inspireren, maar niet continu op Telegram naar die afleidingen bezig zijn. Ja, ik ben overigens helemaal niet met Q of weet ik het wat bezig, want dat is helemaal voor mijn gevoel. Je wordt zo uit je lichaam getrokken, zo uit jezelf gehaald om ergens in te geloven. En vroeger waren er mensen die zeiden ook nog van het komt goed, we zijn er bijna en noem maar op. En waar zijn we nu? Het belangrijkste voor te zorgen is goed voor jezelf zorgen, goed voor je naaste zorgen en de rest loslaten en overlaten aan. Overlaten aan de ene die ook zorgt voor die pleister, oh, die is inmiddels op de grond gevallen. Die ook zorgt voor, ik zal hem zo weggooien, die ook zorgt voor de pleister die hier ligt. Want dat wordt geregeld, daar wordt voor gezorgd. En als je niet gaat leren, en dat is de les die ik gespiegeld krijg, om van het moment nog meer te genieten, dan ga je heel veel dingen verliezen. Want zoals ik al zei, in de alternatieve media is heel veel controlled. Ze houden je aan het lijntje. Of ze nou bewust of onbewust dat doen, maakt even niet uit. Maar het is gewoon kijk hier eens, 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 kijk daar eens, kijk daar eens, kijk daar eens. En waar je vergeet te kijken, is wat jij zelf in jouw mooie hart voelt. Hè Magic? Wat je in je mooie hart voelt. En daarmee gaan werken. En dat is de reden dat Resoluut, dat kanaal van zelfwerkzaamheid, is verdwenen. Er is een climax geweest in die zin. En dat heb ik vroeger ook ooit een keer gehad, 5, 6 jaar geleden, dat er dingen gebeurden en dan dien ik drastisch maatregelen te nemen. En ja, misschien dat sommige mensen dat raar kunnen vinden, dat mag. Dat vind ik ook helemaal prima.
Maar het gaat er mij vooral om dat ik mezelf blijf behouden. En dat ik mezelf blijf. En dat ik... Ja, hè. Dan gaan we weer lekker gaan wandelen samen, hè, vriend. Want je bent echt zo'n lieve hond, hè. Je bent zo'n lieve hond, hè. Ik ben zo blij met jou, hè. Ja. Ja, ik ben zo blij met jou, hè. Ja. Ja, ik ben heel blij, hoor. En de kinderen zijn ook blij met jou, hè. Ja. En ga voor jezelf na aan welke ketting je zelf eventueel nog vastzit. Hè? En waar je zelf naartoe getrokken wordt. En jij kunt voor jouzelf alleen maar de beslissing maken om dingen wel of niet te doen. Dat is niet aan mij. Ik kan alleen voor mijzelf zeggen. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. En uiteraard blijf ik af en toe nog een filmpje maken. En dingen doen. En voor de rest geniet ik van het leven. Zonnetje schijnt. Het diertje straalt. He? Zie je hier de engelen trouwens op de vacht van Magic? He? Het lijfje, armpje, hoofdje, vleugels. Het universum regelt alles. Never forget that. En je hoeft dat voor het universum niet uit handen te nemen. Alleen te zorgen dat je je mooie hart volgt. Ik wens je al het goeds. Veel liefde toe. Bye bye. Bye bye.